deze nieuwe video van Polestar. Het is eigenlijk weer zo een paar dagen dat ik me niet zo 100% voel. Eigenlijk, ik blijf wel natuurlijk altijd vloggen voor jullie, omdat ik dat wel heel belangrijk vind dat ik blijf doorgaan eigenlijk in de camera-atmosfeer steek. En ja, dat doe ik wel. Maar ik voel me weer zo een beetje down. Niet zo goed. Meer wat ik kan doen, dat komt ook een beetje doordat de oude jaar en door er allemaal aankomen, de feesten. Je kent het allemaal wel. Maar waar ik eigenlijk het meeste problemen zijn, is eigenlijk dat ik gewoon faalangst heb. Ook verlatingsangst heb ik ook opgebouwd in al die jaren en al die tijd. Ik heb heel veel goede vrienden leren kennen in 2020. Zeer goede vrienden, maar ik heb er ook heel veel verloren eigenlijk. Ik heb door mijn beperking heb ik dat altijd wel een paar keer gevolgd dat mensen bijvoorbeeld het niet aankunnen omdat ik zoveel stuur. Of bijvoorbeeld anders doe. En ja, dat wil ik toch eens met jullie bespreken eigenlijk. Of dat jullie dat mensen die ook autisme hebben dat ook zo een beetje aanvoelen. Ik heb dat vooral, ik stuur als ik mensen heel goed ken, mensen in mijn hart zitten, die stuur ik eigenlijk heel het meeste van allemaal. Ook met problemen, ook met kunnen we praten. Dat kan van alles zijn eigenlijk. Foto's tot tekeningen, tot goed van alles eigenlijk. En dan stuur je die ook echt superveel. En dan zeggen die soms van, oh, wacht. Dat is heel moeilijk om me uit te leggen op dat moment. Want ik heb ook periodes waardoor ik eigenlijk niet zo heel veel stuur. En dan voel ik me ook schuldig dat ik zoveel gestuurd heb eigenlijk. En dan ben ik altijd bang van, oh, die persoon gaat misschien dat niet zo leuk vinden. Want dat denk ik ook wel over na achteraf. Maar ja, dan is het al verstuurd. En dan denk ik van, oh, die persoon gaat dat misschien leuk vinden. Die persoon gaat mij verlaten. Die gaat toch zeggen van, ja, nu ben ik al kwaad. Want je stuurt wel superveel. En ook omdat ik dat vroeger heel vaak heb meegemaakt eigenlijk, heb ik dat nu ook heel vaak voor. Omdat ik niet zo goed weet wat die mensen achter een scherm denken natuurlijk. Probeer er wel rekening mee te houden en zo. Er zijn heel veel mensen die ook zeggen van, ik vind dat helemaal niet erg. Maar je hebt ook mensen dat wel erg vinden. En ja, dat is heel moeilijk om dat eigenlijk uit te leggen. Ik heb het soms heel moeilijk. Gisteren was het ook heel moeilijk. Heel veel mensen hebben dat ook kunnen zien op Instagram. Dat het niet zo goed ging eigenlijk. Ik heb me nu al een beetje herpakt eigenlijk. Maar het is niet zo heel gemakkelijk eigenlijk. En het zal nog wel een momentje zijn dat het niet zo eenvoudig is om eigenlijk gewoon simpel het leven te leiden. Want dat is het eigenlijk, het leven leiden is niet zo gemakkelijk. Voor mij niet, voor u misschien iets gemakkelijker dan voor mij. Maar ik merk dat ook wel. Ik heb ook gemerkt wat ik eigenlijk allemaal nodig heb. Ik ga het ook binnenkort opschrijven. Wat ik allemaal nodig heb. Ik heb een planning nodig. Een planning waarop staat eigenlijk van, dit moet je dus vanaf je opstaat tot 's avonds doen. Niet alleen de planning van, hoe gaan we, je moet nu dat doen voor de kuis of dat of dat of dat. Want dat is natuurlijk ook heel gefrustreerd. Want dan heb je alleen maar de planning. Ik zal een voorbeeld geven. Bijvoorbeeld maandag dweilen. Dinsdag stofzuigen en strijken. Zaterdag dit, dat. Dan heb je zo'n planning. En dat is niet zo heel leuk. Want eigenlijk staat er eigenlijk alleen maar op een planning van kuis. En ik zou eigenlijk wel een planning willen. Waar zo op staat dus bijvoorbeeld. Ik heb een voorbeeld. Bijvoorbeeld morgens sta je op. Aankleden, tanden poetsen, eten. Zo van die planning eigenlijk. En dat zou ik eigenlijk wel. Merk ik ook wel nodig. Want ik heb dat eigenlijk ook. Waarom heb je dat nooit gehad? Dat was eigenlijk omdat mama ook altijd er was. Mama was ook altijd van nu opstaan. Nu gaan we dit, nu gaan we dat. Dat is wel, dat is natuurlijk, ja, dat is weggevallen. En ik ben wel volwassen, maar soms ben ik ook wel een kind. En dat geef ik eerlijk toe. En dat heb ik ook wel nodig, die structuur. En die structuur is momenteel ook door de corona een stukje ook wel weggevallen eigenlijk. En dat maakt het ook wel heel moeilijk soms om eigenlijk dingen te doen. Ik merk ook, als ik merk dat er niet te veel te plannen staat, dat ik dan eerder in een dip val dan eigenlijk er. Al ja, dat ik iets te doen heb. Dat is ook met het vloggen zo. Ik sta morgens op van, shit, ik heb niks te vloggen. Ik weet niet wat ik moet doen. Dus dat is ook een beetje moeilijk. Dus daar dat ik ook over aan het nadenken ben van, kijk, als het
over een maand of twee niet verandert, ja, dan zal ik helaas moeten zeggen dat we wel nog gaan verder vloggen, maar wanneer er wel iets te beleven valt. Want ja, momenteel valt er niet zoveel te beleven. Ik probeer nu ook zo video's op te nemen met jullie, zo bijvoorbeeld sketsen en zo, maar ook met jullie te praten over autisme. Als je ook daar ook vragen rond hebt, je mag dat ook altijd vragen. Maar ja, dat zijn zo ook van die dingen allemaal dat ook nog niet zo gemakkelijk is. Maar ik zeg het, ja, momenteel heb ik heel veel angst eigenlijk voor mensen te verliezen eigenlijk die heel dierbaar zijn. Niet alleen aan de dood, maar ook gewoon omdat, ja, het heel moeilijk is om eigenlijk uit te leggen wat autisme is eigenlijk. Omdat autisme ook zo verschillend is. Bij iedereen is dat een beetje verschillend. En dat maakt het ons ook wel heel moeilijk eigenlijk. En doordat ik dan ook nog af en toe denk als een kind, maakt het nog extra moeilijk om de mensen te begrijpen. Ik heb nu wel heel veel mensen leren kennen en ik weet dat die mensen heel goed zijn voor mij. Dat is mijn hartje trouwens. Dus ik ben nu wel extra voorzichtig. En dat is niet van die mensen die te vertrouwen. Versta me niet verkeerd. Ik vertrouw heel veel mensen. Ik vertrouw ze allemaal. Ik ben eigenlijk iemand die heel veel mensen snel vertrouwt. En waardoor ik dat ik al dikwijls met mijn neus tegen de muur ben gelopen eigenlijk. Omdat er al dikwijls heel veel dingen fout gelopen zijn. Omdat mensen soms het deel niet meekrijgen wat ik nodig heb en waarom ik dat doe. En ja, dat maakt het ook soms heel moeilijk eigenlijk. En ja, ik ben gewoon ook mezelf. Dus ik kan mijn eigen ook niet veranderen. Ik kan niet zeggen van op een dag of morgen van ja, dat verander ik aan mezelf. Want dat kan ook niet. Dus ik ben eigenlijk al heel trots op wat ik eigenlijk ben. Maar dus ik kan u eigenlijk een voorstel doen. Dus als jullie vragen hebben, heel veel vragen, superveel vragen over dingen die voor mij moeilijk zijn. Dat kan ook over een thema gaan. Als je zegt van ik wil weten hoe het is om boodschappen te doen. Of ja, met andere mensen om te gaan. Of met de buren of wat dan ook. Zet het hier in de comments. En ik zal één voor één die thema behandelen. Dat is eigenlijk een beetje waarom dat ik echt een video maak. Ik wil meer doen dan alleen maar vloggen. Ik wil ook over thema's praten. Over verstandelijke beperking. Ik wil over mijn depressie praten. Over mijn transgender. Eigenlijk om mij beter te leren kennen eigenlijk. En ook voor mij om mijn gevoelens ook een stukje kwijt te raken. Ik merk ook dat dat wel goed is om eigenlijk ook de dagen te vullen. Wanneer er eigenlijk niks te doen is op de planning. Dus heb je daar vragen over? Wat je al graag wilde weten van mij? Laat me even dus weten in de comments. En dan ga ik die één voor één aanpakken eigenlijk. Eén voor één ga ik die proberen aan te pakken en te kijken van dat kan ik misschien aanpakken of dat kan ik misschien aanpakken op mijn eigen manier. Dus als je iets wilt weten, bijvoorbeeld hoe is het op een wijk, op een school, of ja, hoe ga je om met je verdriet of dit of dat, dat wel, dat wil ik dus eigenlijk allemaal hebben. Dus heb je daar, zijn er mensen daarmee kunnen helpen? Dankjewel daarvoor. In ieder geval al. Dus laat even weten hieronder. En ik ga ze één voor één aanpakken. Dus vond je het een leuke video? Zeker duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. En morgen zijn we weer.